Kijk, daar zit Kees. Hij is niet goed, dat kun je zien aan zijn gezicht. Hij heeft van die vreemde oren, zijn tanden staan te ver naar voren en zijn mond kan niet meer dicht. Nou, er was een lijstenmaker en die lijstenmaker die maakte de hele dag lijstjes, hè? En maar lijstjes maken. En maar lijstjes maken. Jongen, 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 wat een lijstenmaker was dat, zeg. Nou, en 's morgens vroeg, gelijk atelier in. En eerst ontbijten natuurlijk, hè. Nou ja, eerst opstaan natuurlijk. Nou ja, eerst slapen gaan natuurlijk. Eerst zeggen, zullen we naar bed gaan natuurlijk. Is televisie afzetten? Is televisie aanzetten? Is in de radiobode kijken? En dan gelijk staat er in. En een lijstjes maken. Tot 10 uur koffietijd, bakje koffielijsten maken. Graag, moeder. Koekje erbij, graag. Nog een bakje doen? Nee, geef me alleen maar een koekje. Nog een koekje? Nee, geef me nou nog maar een bakje, ja? Nou, als hij uitgestart was, in zijn atelier en lijstjes maken. Tot een uur of half. Is het alweer half? Ja, het is alweer half. Oh. Gaat de tijd toch snel, hè? Lunchen. Nou, en om een kort verhaal nog wat langer te maken. Hij maakt ook hele mooie lijstjes, hoor. Ja. Hij maakte hele mooie lijstjes, hoor. Zulke hele mooie lijstjes. Als je moeder eenmaal, je akelige stiefmoeder eenmaal in zo'n mooie lijstjes had, werd ze opeens heel lief. Kon je opeens billijken waarom ze je 30 jaar lang in het kolenhok had opgesloten. Je mocht nog blij zijn dat er geen aardgas was. Zulke mooie lijstjes waren dat, ja. Ja, dat was wel aardgas natuurlijk. Heeft al die tijd in de bodem gezeten. Gelukkig dat de moffen daar nooit achter gekomen zijn. Maar bijvoorbeeld, zag iemand bijvoorbeeld een portretje aan hem. Wie is die fidele kerel? Oh, dat is mijn vader. Kijk, hier drukte hij zijn peuken altijd uit. Zulke mooie lijstjes waren dat, hoor. Geen wonder dan ook dat de knapste... De knapste... Dat de knapste psychiatoren van het land, die stuurden al hun pa, 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 patiënten naar die lijstenmaker. En sommigen kwamen goed terug, enkele beter zelfs. Nu kende het land ook een dictator. Eén, daar hadden ze nog geluk bij. Eén akelige, gemene dictator. Hij werd eens in de 4 jaar gekozen, maar daar trok hij zich niks van aan. Zo'n gemene dictator was dat, hè? En dictatoren die willen graag geliefd worden bij het volk, hè? Dus deze dictator dacht, als ik nu al mijn portretten uit het land laat komen en inlijsten door die lijstenmaker, ben ik in één klap geliefd. En dus sommeerde de dictator, Jan, zo heette de lijstenmaker, hè? Jan, was naar zijn vader genoemd, die Harry heette. Zelf had hij liever Karel genoemd willen worden, terwijl zijn vrouw de voorkeur aan Nico gaf, maar dat was de buurman en is een heel ander verhaal, hè? Benito, zo heette de dictator, was naar zijn vader Adolf genoemd. Zelf had hij liever Nero geheten, terwijl zijn vriend de voorkeur aan Nico gaf, de biseksuele buurman van de lijstenmaker, hè? Benito sommeerde Jan naar het paleis te komen. En Jan zei, daar heb ik niks te maken.
dan maken wij jou paleistemaker. En dan moet je wel, of je wil of niet. En zo ging Jan op pad met zijn ezeltje en zijn vrouw die zwanger was. Van Nico. Die een verhouding had met de vriend van de dictator. De gewone, zeg maar, de gemiddelde, ja, die konden niet meer eventjes met hun naar de, want die was in, bij de, in, de ja, dus ja, hoe, ja, dus ja, 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 wat, dus de, die mensen die zaten met een enorm stuk, ja, die konden daar geen raad, die konden dat niet, dat konden ze niet. Ik wel, want ik heb het verzonnen, maar zij niet, hè. Dus ja, wat moesten ze, hè. Ze waren helemaal afhankelijk van mij hoe dat verhaal verder zich zou gaan ontwikkelen natuurlijk, hè. En ik vond het heerlijk om in die positie te zitten. Dus ik dacht, ik laat ze nog even van de... Ja, ja maar ja, dus dan... dus ja, nou ja. Nee, die mensen die moesten zich uiten, maar de lijstenmaker was in overheidsdienst getreden. En dus wat deed de massa? Die begonnen zich te organiseren. En die begonnen kwaadaardige leuzen te roepen in de richting van de dictator. Bijvoorbeeld... Nou ja, om uiting te geven aan hun ongenoegen, hè, begonnen ze dus te schreeuwen tegen de overheid. Hè. Bijvoorbeeld, nou ja, om duidelijk te maken dat het ze niet zien, hè, dus dat ze dat kenbaar maakten. Dus dan riepen ze hele ondermijnende leuzen, hoor. Bijvoorbeeld, nou ja, het zat ze niet lekker, dat was duidelijk. Hè. Dus er moest een uitweg aan die emoties. Dus die begonnen te roepen, jongen, zo ongelooflijk griepig. Bijvoorbeeld, potverdikkie, moet dat nu echt zo? Of... ja, maar kunnen we dat niet eens in onderling overleg een beetje hebben? Van die gespierde vakbondstaal, hè? Die het kapitalisme menigmaal op de rand van de afgrond hebben doen wankelen. De mensen zijn... Nou, heel boos. Heel boos. Hier en daar vliegt al een rol wc-papier door de lucht. En de mensen roepen, de mijne veeg ik niet. Zo boos zijn ze. Wat een eufemisme is voor lik me rit. En... Nou, dat doet me trouwens denken aan elke avond op hetzelfde moment, overigens. dat doet me denken aan dat ik een keer met Ajax... Ach god, Ajax. Cruijff heeft nog net op tijd het zinkende schip verlaten. Weet u het verschil tussen AIDS-patiënt en Johan Cruijff? Cruijff is ongeneeslijk beter. Nou, ik... Maar we dwalen af... We dwalen af. Het was het idee van het Ajax-bestuur om een keer met die supportersbus mee te gaan naar PSV. Ach god, PSV. Nou ja, ze hebben die cup dan gewonnen, hè. Maar als dat gloeilampje van Philips net zo laf brandde als dat elftal speelde, dan ging ik op sorbo-peertjes over, hoor. Maar het bestuur wou een keer met die supporters in die bus mee naar Eindhoven. En dan leek het bestuur ook wel leuk als in die bus een aantal prominenten meegingen. Nou ja, ik was natuurlijk ongelooflijk trots dat ik een van die prominenten wezen mocht. Hoewel ik eigenlijk gewoon supporter ben. En het toeval wilde dat ik die dag jarig was. Nou ja, toeval, het was zondag, dus zo toevallig was het ook niet. Ik ben namelijk op zondag geboren. En ik was jarig. Ik denk, laat ik nou op gevulde koeken trakteren. Hoe eerder die supporters weten dat ik aan hun kant sta, hoe veiliger het me lijkt, hè? En bij het scheren ging ik alvast een beetje oefenen. Ik riep tegen de spiegel, PSV dood! En ik schoor me daarbij zo ongelukkig in de wang met die Philly Shave, dat... Het bloed spoot door het scheerschuim naar buiten. Rood-wit, dus dat was wel een aardig begin. Nou, ik naar het stadion en ik kom aan mijn motor. Duizenden mensen buiten de hekken. Eén suppoos aan de binnenkant en die suppoos zegt... Er kennen maar 500 man met de bussen mee, hoor. Dat zullen we nog wel eens zien. Die suppoos die werd zo onder de voet gelopen. Die kwam als volgebakken friet door de mazen van het hek zetten.
Een jongen rende langs de kassa, sloeg een ruitje van het loket in en kon gratis doorlopen met een slagadelijke bloeding. De dokter zei, als hij je hand wil houden, moet hij gehecht. Maar hij was er niet zo aan gehecht. Nou, gelijk trammelan bij het supporters, ook omdat een van die andere prominente, Sjaak Zwart, die kneep hem als een oude dief, omdat zo'n supporter tegen hem gezegd had, vuile vieze tering kankerjood. Maar dat had hij niet zo bedoeld. En toen Sjaak zijn excuses had aangeboden, praten we nergens meer over. Nou, al die knapen die rukten rond mij op, hè. Wat was ik geliefd bij dat stel, zeg. Het leek wel of ze allemaal met mijn bus mee wilden. Dat gaat niet, jongen, zei de chauffeur. Dat zullen we nog wel eens zien. Ze flikkerde die chauffeur zo de bus uit. Nou, dit ging mij als leiding te ver, hè. Ik zeg, jongens, als jullie niet onmiddellijk ophouden, deel ik geen gevulde koek uit, hoor. Ah, je moet die knapen gewoon aanpakken. Altijd softe gedoe met pasjes en zo. Nou, het leek te helpen. Ze namen hem op de schouders en begonnen te zingen. Lang zal hij leven. Steeds dichter kwamen we bij de sloot. Lang zal hij leven. Het was tijd om te vertrekken, zei die bus in. Luiken open en boven op het dak gaan zitten. Maar als het niet verboden was, hadden ze het ook gedaan. Nou, zo reden we weg. 13 volle bussen. 2 dijnenvegers voorop. 2 dijnenvegers. Ja, eigenlijk moet ik mijnenvegers zeggen, maar die knapen kennen het verschil tussen mijn en dijn toch niet. Zo reden we weg. 13 lege bussen, moet ik zeggen. En 13 volle daken. Dat was lachen geblazen bij de viaducten. Bij Vianen gooide ik mijn tractatie erin en werd toegezongen met oh, wat zijn die boeren dom, PSV dood en lang zal die leven. Ik hield 4 gevulde koeken over door die rotviaducten natuurlijk. En dan krijg je dat stuk bij Den Bosch tot Eindhoven met al die stoplichten. Oh, waardoor je ook nooit zin hebt om naar Eindhoven te gaan. Waar je ook niks te zoeken hebt als Ajax thuis speelt. Kregen we 2 motoragenten voorop, die reden ons dwars door al die rode stoplichten heen. Mensen stonden langs de kant te zwaaien of we net van het front terugkwamen. Terwijl we er juist daar op weg waren. Steeds dichter kwamen we bij het stadion, steeds drukker begon het te worden. Je kon de 4 lichtmasten al zien, terwijl het klaarlichte dag was. 4 lichtmasten. Dat was een volkomen onnodige provocatie van Philips. We kwamen met de bus vlak bij het stadion, zo dicht heb ik er met de auto nog nooit bij gestaan. De politie zei, een ogenblikje, we zijn nog niet zo ver. Dat zullen we nog wel eens zien! We stormden ons vak binnen, nou, dat hadden ze gelukkig leeg gelaten. Slim van het PSV-bestuur. Gelukkig stonden hun supporters dicht genoeg bij dat we niet de hele tijd op de wedstrijd hoefden te letten. Daar kwamen de scheidsrechter met de spelers het veld op. Wij rollen die supporters vlag boven ons hoofd uit. We horen het beginsignaal. We rollen de vlag weer in. Toen de vlag ingerold was, stond Ajax met 2-0 achter. We zagen wel in dat PSV dood te hoog gegrepen was. Dan maar een paar supporters. Enkele van ons renden naar het hek. Nee, die jongens, die hekken zijn te hoog. Dat zullen we nog wel eens zien. Kijk nou uit voor die punten. Welke punten? De terugweg was net zo vervelend als de heenweg. Omdat we nou ook nog verloren hadden. En heb je in de bus, heb je van die neonlampjes. En als je dan zo doet, komen ze vanzelf uit de fitting. En als je er dan 2 tegen elkaar aantikt, dan gaan ze stuk. Allebei. Vanzelf. En als je een stiletto in de rugleuning zet en je trekt het omhoog, scheurt de hele bekleding vanzelf open. En dan heb je van die bagagerekken. En als je daar met 20 man aan gaat hangen, dan komen ze vanzelf naar beneden. Met 20 man. En als je zo aan het stuur gaat rukken, kan je in het gangpad met je zwaaisjaal gaan staan. En dan ga je vanzelf naar je zo. Stonden onze ouders al klaar bij het stadion. Net als vroeger na een schoolreisje. Dat je onder de banken ging zitten en dat je ouders bezorgd bij school stonden. Waar zijn de kinderen? Onder de banken! Stonden onze ouders nu bezorgd bij het stadion. En ze vroegen zich af,
waar zijn de banken? Kijk. Daar rijdt Kees in de bus samen met zijn vriendjes naar de school gebracht. Hij is al 7 dagen 7. Hij kan zijn goede hand al geven, zeggen zijn ouders, nogal zacht. En overal in het land, ja, zijn de mensen, die richten zich tegen de dictator, hè. Die dictator, die is helemaal in patiënten. Die weet niet meer wat hij erbij aan moet. Af en toe stuurt hij een vrachtwagentje vol ingelijste portretten. Maar even komt men tot bedaren. Maar het is hier revolte, daar is het opstand. Daar breekt het verzet uit. Overal in het land. Sorbo bij de hand. Ik word gek van die reclame, hoor ik. Hè? Heel langzaam neemt het bezit van de mind, hè. Je kan nog niet meer normaal met je kinderen converseren of je moet in reclamedialoogjes met ze treden. Ja, je kan nog een beetje met ze over popmuziek praten. Nou ja, muziek. Ik weet alles van de plastische operaties van Michael Jackson. Het schijnt dat hij onmiddellijk na zijn tournee hier in Nederland naar Amerika vertrekt, dat zijn rechteroorlel 3 keer om zijn kop wordt geslagen als zijn linkerneusgat wordt vastgemaakt. Hij zal er een stuk van opknappen, denk ik. Ik weet van mijn zoon, weet ik, dat Madonna ze gebruikt, ja. De maagd gebruikt ze. Om maag te blijven waarschijnlijk. Sonja gebruikt ze ook. God mag weten waarvoor. Dus misschien kan ze er eens een over een microfoon schuiven, ja? Zijn we van dat... Ho, rustig maar. Ik wou hem graag even afmaken, ja? Tuurlijk, hij was al leuk, maar er komt de kloek van nog, hè? Maar goed, ja, je hebt het nu zelf bedorven, maar ik zal hem nog even terugnemen. Sonja gebruikt ze ook. God mag weten waarvoor. Het is al minder leuk dan net, hoor je wel? God mag weten waarvoor. Hoe langer je het zegt, hoe minder leuk het wordt. Maar misschien kan ze er eens een keer een over een microfoon schuiven, ja? Zijn we van dat besmettelijke gelul af in elk geval. Ik denk dat Sonja ze gebruikt om gezond weer op en neer te kunnen. Ik denk dat dat het is. Amsterdam gebruikt ze niet. Amsterdam heeft het. Henk gebruikt ze privé, altijd wel geweten dat het een zelfbevlekker was. Ik gebruik ze niet, ik ben gesteriliseerd. Ja, denk er gerust even over na, hoor. Danny de Munk gebruikt ze, snotneus. Toen ik zo oud was als hij, wist ik nog niet eens wat AIDS was. Ja, denk er gerust even over na, hoor. Ik word gek van die reclame. Vroeger dronk ik altijd Grols, maar ik ben op een dag weer op bier overgegaan. Ik heb ook een patiënt op de beurs verloren. Ik had niet gedacht dat die affaire Harry van den Berg nog zo nasleep zou hebben. Dow Jones naar beneden, Fokker de lucht in, Partij van de Arbeid ongeneeslijk ziek. Sorry, heb ik iets verkeerds gezegd? Oh, neem me niet kwalijk. Hoe lossen we dit op? Sam roept, help! Help! Moos komt de straat in gerend. Wat is er? Ja, mijn schoonmoeder wil zelfmoord plegen. Nou, prachtig toch? Ja, maar krijg het raam niet open. Kijk, als je de mensen kwetst in hun politieke overtuiging, moet je gauw een racistische vrouwenvriendelijke grap vertellen en de stemming zit er gelijk weer in. Nee, patiënt op de beurs verloren ook. Rob Barco heeft dat leuk opgevangen met die spaarrekening, die beurskracht. Die hebben dat reclamefilmpje met Louis van Dijk, hebben ze omgekeerd in de ster gezet. Begint nu met die glimmende vleugel, met die stapel klinkende munten. En dat eindigt op dat zolderkamertje met die spinnenweb. Van gek van die reclame, van de wintersport tegen die jongen van mij. En maar zeuren met die reclamedialoogjes. Ik zeg tegen hem, wil je een klap? Nee, pats, pats. Zeg maar nee, dan krijg je er 2. Toevallig. En overal in het land.
overal in het land komen de mensen in opstand. En die koning... koning... Ja, ik doe dit programma ook voor kinderen en dan is het een koning. en dan ben ik een... ik ben dan een clowntje. Gaat erg leuk, gaat erg leuk. In oude Pekela is het een keer uit de hand gelopen, maar... Dat was niet mijn fout, hoor. Echt niet, hoor. Kinderen waren begonnen. Eerlijk waar, hoor. Eerlijk. Ouders houden niet meer op. En die oude pekelaartjes nog niet eens. Maar die nieuwe pekelaartjes. Nee, die paus. Waarom zeg ik nou paus als ik dictator bedoel? Onder massaal protest en in bijzijn van de voltallige wereldpers... heeft hedenmorgen in Rome paus Johannes Paulus II Koert Waldheim gepijpt. Het voorspel bestond uit hielen likken, elkaar naar de mond praten... en veren in elkanders reet steken. Waarbij opviel hoe veerkrachtig de beide reten waren. Een zichtbaar opgeluchte paus verklaarde na afloop tegen de pers... wat gemorst sperma uit zijn mondhoeken vegend... over de ex-secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ik heb wel eens een grotere lul gezien. Maar het is ongetwijfeld de allergrootste zak die ik ooit ben tegengekomen. Jongen, 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 wat een eikel. Toen ik hem net in mijn mond had, toen zei ik nog... Maar dat was een slip of the tongue. Waaraan de paus lachend toevoegde, pijpen is een kwestie van doorbijten. En wat beteuterde Waldheim meldde de pers dat je alles in verhouding moet zien. Niet zozeer dat de zijne zo klein was, als wel dat die paus zo'n enorme grote bek heeft. Demonstranten verklaarden afloop dat het een schande is dat er in deze tijd nog zo onveilig gevreden wordt. Achteraf bleken ze betaald door de in Joodse handen zijnde kapotjesfabriek Durex. Desgewenst verklaarde paus en Waldheim ook nog wel eens lust te voelen in elkanders hol te kruipen. Hoe eerder in de hemel, hoe beter schaterden ze het uit. En ze besloten de persconferentie met een gemeenschappelijke tongzoen... waarbij grote slierte slijm uit hun mondhoeken naar de grond dropen... om daarvan te worden opgelikt door bukkende bisschoppen en knielende kardinalen. Dit was Willem Rodfrequin in Rome. Zit Kees hele dagen in zijn spiegeltje te kijken. Hij ziet zichzelf. Zichzelf? Ben ik dat zelf? Dan vindt hij het beeld niet lijken. En overal in het land komen de mensen in opstand, ja? En die Ko, die Keis, die Lubbers en Brinkman, Er was eens een welzijnswerker, speelt heel lang geleden dit verhaal, hè? Laat me voor het gemak even Arie Bierkaai noemen, ja? Arie Bierkaai had 20 jaar lang had hij het beste van zijn leven gegeven. Hij had... ooit opgestart zwangerschapsgymnastiek voor etnische minderheden. Was gelijk zijn bijdrage aan de geboortebeperking geweest. Hij had voor kinderopvang gezorgd toen ouders met hun kinderen begonnen te smijten. Hij had zeg maar helemaal hergestructureerd de nazorg voor terminale stervensbegeleidsters. En, ja, dat was hij. Ja. En ja, in de hele Benelux. En hij, ja. En hij had, voor zijn eigen vrouw had hij een vrijwilligersplaats in een blijf van mijn lijfhuis gecreëerd. Het was een idealist, hoor. Hij had zelfs de ongeboren vrucht. Werd door hem uit de pedaalemmer van de abortuskliniek gevist. En kon op sterk water nog op een menswaardig bestaan rekenen. Hij had 2 keer gedemonstreerd tegen de plaatsing van kruiswapenrakettenmissiles. En niet te vergeefs. En in een beetje balorig buitje, een beetje Hollands buitje... had hij een keer 2,75 gulden overgemaakt voor de Poolse hartpatiëntjes. Ja, de Poolse hartpatiëntjes. Dat was weer
een van die hartverwarmende acties onder leiding van ome Joop van de Ende, die elke keer weer een nieuwe kutsmoes moet verzinnen om al die tweederangs artiesten in een trosschalen bij elkaar te proppen. Dat is elke keer weer die kaartenbakken met kinderellende door. Polio, jeugd, polio, reuma, kinderreuma, honger in Afrika, jongerenhonger. We hebben alles al... We hebben alles al 30 keer gehad. Wie verzint er nog eens wat? Iemand oppert heel voorzichtig... Poolse hartpatiëntjes. Poolse hartpatiëntjes! 20 mannen in regenjassen die stormen de straten van Warschau in op zoek naar Poolse hartpatiëntjes. Jij, hoe oud ben jij? Jij bent 10 jaar, dat is een verdomd mooie leeftijd, jongen. Hele mooie leeftijd. En heb je ook een hartafwijking? Nee? Nou, opgesolenieten dan, joh! Neem je moeder in de maling. Jij hebt een hartafwijking, geweldig. En hoe oud ben jij? 58. Nou, wegwezen. Mies Magger, hoe heet jij? Leg Valenza. Ja, dat roepen ze hier allemaal, ja? Denken ze dat ze een paar panties krijgen? Ga weg, queruland. Ze lopen net zo lang door de straten van Warschau totdat alle kinderen hartpatiëntjes zijn. Maar we kunnen er maar 15 meenemen, hoor. Nou, dan worden hier te landen worden die tweederangs artiesten gebeld. Zelf moest ik naar Sloten. Dus ja, een van de 11 Friese steden, daar moest ik een 300 jaar oud kanon afschieten. Kun je voorstellen, dat is nu een toeristenattractie geworden, kanon van 300. Kun je je voorstellen dat we over 300 jaar in Woensdrecht ten behoeve van de toeristen middellange afstandsraketten gaan lanceren? Nou, die kerk stond zo, hè, het kanon stond zo, kogel zou nooit meer door de kerk kunnen daar. En had je daar een slootje, hè, en Friesland, watersport, je kent het zeilbootje, kaakruistertje, surfplankje. Dus ik zag het wel zitten, maar ik strijk die illusie weer af. Voorzitter van de VVV. Ik zeg, dat zullen we nog wel eens zien. Maar de wind bloeide mijn illusie vooruit en ik moest net zo lang wachten tot er eindelijk een Duits bootje voorbij kwam. En nog met zo'n periscoopje. En uit de tijd dat de Duitsers nog geen boten konden maken die helemaal bleven drijven. En daar landt het vliegtuig, 20 Poolse hartpatiëntjes stappen uit en... Dan moet je weten dat in die tijd de Nederlandse hartchirurgie nog in de kinderschoenen stond. Hè? Maar ja, konden die chirurgen lekker oefenen op die Poolse hartpatiëntjes. Hè? 20 jaar lang had Arie het beste van zijn leven gegeven. Maar hij zat een beetje in een identiteitscrisis. Hè? Hetzelfde wat Willem-Alexander nu heeft, hè? Ja, nee, zo'n marineopleiding, ik vind het toch... Nee, hij kan niet kiezen tussen land en water op het ogenblik, hè? Maar Arie zit ook een beetje in een identiteitscrisis. Hij kan niet meer rondkomen van zijn idealen. Er moet geld bij. En ja, overheid heeft de kraan dichtgedraaid om te kijken of de fittest zal surviven. En Arie moet gewoon een beetje bijsnabbelen. Hij wordt chauffeur op de... Ja, die heeft gisteravond ook al de hele avond proberen te versteren, die rotvlieg. Ik heb hem door. Hij moet er een beetje bijsnabbelen, chauffeur op de methadonbus. Hij helpt een paar precaire euthanasiegevalletjes helpt hij oplossen. Hij zet een lucratief handeltje in hersencellen van foetussen op. Hij slaat een paar vrouwen het blijf van mijn lijfhuis in, zodat zijn eigen vrouw een vaste aanstelling kan krijgen. Ja, allemaal een beetje dingen tegen zijn natuur, tegen zijn wil in, hè? En op een avond zit hij naar de consumentenman te kijken als de bombast. Zijn woordspeling kan ik niks... Dat komt toevallig zo uit, hè? Er is niks aan te doen, die slaan we over. En hij wil dat niet zien. Hij wil dat niet zien, hè? Die consumenten, maar een mierenneukerij van de eerste orde. Dus laat dat maar aan de varen over, hoor. Dat gaat toch nergens meer over, dat programma? Nou, ik wil het er ook niet over hebben. Nee, sop is de kool niet waard. Ook een leuke titel voor een varenprogramma, hè? Arie wil dat niet zien, zijn blik dwaalt af, hè? Dus hij kijkt niet naar het toestel. Je kan het ook afzetten, maar dat is weer een heel andere beslissing natuurlijk, hè? Dus zijn blik dwaalt... Ja. Het gaat nergens over, hè? Ik wil er niet over beginnen ook. Iedere keer, het gaat over een vrouw in Wassenaar, hè? Maar goed, wat heeft de Vara in godsnaam in Wassenaar te zoeken, zou je zeggen? Daar begint het al. Nee, die vrouw die had bij Jack Ermans, had die vrouw een blik extra fijne doperwten gekocht. En ze zitten zo aan tafel te peuzelen en ze praten wat. Hè, dat doen ze nog in Wassenaar, praten mensen nog met elkaar. En die man die zit zo te eten en op eten... Zit er een grove dop ertussen. Nou, wat doet een mens in zo'n geval? Consumentenman gebeld, hè? Dus hoeveel zegt u? 2? Dat is grof, dat is grof.
Nou, we komen eraan. Zij in die consumentenbus, hè, onderweg nog even lunchen bij Auberge de Kievit. Nou, daar komt het zootje aan, hoor, met de camera's. Even kijken. Dus u zegt, dit is extra, dat is inderdaad extra fijn. En, oh, dat is grof. Dat is grof. Nou, zij naar die fabriek. Directeur heeft het nooit gedaan, hè. Meneer Hak, die was in Jap Jum de werkgelegenheid aan het garanderen. En, nou, Martine Bijl, die weet sowieso van niks, hè. Met de groente van Hak. Ik word gek van die reclame. Kan die combine niet een keer gewoon rechtdoor rijden, ja? Bijl en Hak. Niet gek dat die bij elkaar gekomen zijn. Hè? En nee, moet de groente van Hak hebben. Volgende week kunnen we van CNA de kleren krijgen, begrijp je wel? Nou, de personeelschef weet ook van niks. Uiteindelijk komt het consumententeam terecht bij een illegaals meisje aan de lopende band. Hè? Illegaals meisje aan de lopende band. De hele dag doperten sorteren. Hè? Fijn, grof, extra fijn, grof, extra fijn. Dit is wel heel grof, dat is een meloen. Dus het is dit soort sorteren. En ze is rechts een stuk beter dan links, omdat haar colbertje over haar linker onderarm hangt. Hè? En om 4:50 kijkt ze altijd even op de klok om te kijken of het al 4:50 is. En inderdaad, grove doperten dus. Nou, illegaals kind wordt de grens overgezet. Blijkt hier in Nederland op het laatste nippertje nog christen geworden te zijn. Ja, wat wil je als je illegaals bent? Je wilt toch wat? En die komt in haar oude Mohammedaanse land terecht. Die wordt daar volgestort met mosterdgas en afgevoerd. Ja, laat dat maar aan de varen over, hoor. Nou, item uitgezonden, iedereen tevreden. Wat blijkt achteraf? Wat blijkt achteraf? Want ik heb Koning Klant heb ik er ook even opgezet, hoor. Want ik vind dat je een second opinion wel nodig hebt. Dus wat blijkt achteraf blijkt dat het een blik grove doperwten was waar per ongeluk 6.841 extra fijne doperwten terecht kwam. Maar ja, item eenmaal uitgezonden, gedaan de zaken neem ik geen keer. Laat dat maar aan de varen over. Nou, Arie wilde het niet zien. Dus hij kijkt uit het raam, hè. Hij kijkt naar de dame en hij wordt verblind door de twee koplampen van een metallic zilvergrijskleurige Mercedes-Benz van zijn buurman die souteneur is. Ja, souteneur is Frans voor poirier. En die buurman stapt onvoorstelbaar cool uit die plebeiuskar van hem. Die laat die Lemmy coat van hem in slow motion uitkrakeleren tot de bontrand in de plas hangt. Hij laat even zijn Rolex met de groeidiamant in de moonlight glitteren. Laat even zijn schakelarmband de samba shaken. Even zijn ringen de koruslijn maken. Hij trekt een blikje bier open. De schuimvlokken spatten tegen de vooruit van Arie's doorzoomwoning. En Arie die zit er naar te kijken. En hij denkt, wat heb ik? Niet wat. Wat heb ik? Ik sla iets te hard. Huh. Ik denk televisie erbij. Ik geef hem een Jens. Staat de tol op mijn benen, zeg. Dat leer je natuurlijk allemaal op de toneelschool, dat soort dingen. Hoe hard je moet slaan en zo. Ja, dat leren ze hier wel af op de toneelschool. En hij denkt, dit leer je op de balletacademie, hè? Proberen met losse handen je onderbroek tussen je billen vandaan te krijgen. Eigenlijk is ballet niks anders dan met losse handen je onderbroek tussen je billen. Heb je wel eens gezien, zo'n uitvoering begint dan met de orkest set in. Tarara, tarara. Er komt zo'n balletdanser op en vloep schiet die onderbroek tussen zijn billen. En de rest van de avond. Je ziet wel eens zo'n ballerines. En dan. En die komt dan opgezet en die gaat als een speer verdwijnt die tussen de coulissen. Weet je wat hij doet aan de zijkant? Bij flamenco dansen schijnt het ook zo erg te zijn. Heb je wel gezien? Best is een paar gewichtjes aan je pijp. Van je onderbroek dan. Of helemaal geen onderbroek aan, is nog veel beter. Krijg je dirty dancing. Arie zit ernaar te kijken en hij denkt, wat heb ik niet? Ja, dat is ook niks. Wat heb ik niet? Wat mijn buurman wel heeft. En opeens gaat het in een flits, gaat het door hem heen. Hij
Hij... Nou, kan ik weer even aan het werk, ja? Opeens gaat een flits door hem heen. Eigenlijk is welzijnswerker het oudste beroep van de wereld. Eigenlijk. Maar hij moet gewoon net als zijn buurman... Hij moet zich gewoon iets agressiever op die markt gooien, naar de klanten toe gaan. Heb je problemen, kom bij mij, ik zal zorgen dat je ermee klaarkomt. Dat moet zijn attitude zijn. Dik tevreden met dit inzicht en vast van plan zich de volgende dag eens breed te gaan oriënteren op de wallen, gaat hij naar zijn bed. En midden in de nacht wordt hij wakker uit een akelige nachtmerrie. Lassie zit voor het raam. Pestpokkenhekel heeft hij aan die naam, Lassie. Toverijs kun je ze noemen, al is dat niet erg respectvol tegenover de inlander die met gevaar voor eigen leven met een rieten mand op zijn rug langs glibberige berghellingen loopt en probeert schaarse rijskorrels tussen doornige takken weg te plukken. Lassie. Nog eens extra benadrukt door die Schotse EO-collie die de hond met een dergelijke naam voor eeuwig het stigma superslijmerd heeft bezorgd. Door in kleine Amerikaanse voorstadjes op het laatste nippertje het leven van een onuitstaanbaar Amerikaans jongetje te redden. Zo'n door hormonen klein gehouden etterbak. Waar je aan het begin van de serie al dacht, kan daar een trein overheen razen alsjeblieft. Kan het parcours van Paris-Dakar over deze snuiter geleid worden? Mag hier een veerboot op zinken wellicht? Maar nee hoor, Lassie moet hem het leven weer redden. En als er eens een busje met Hollandse artiesten in Californië rijdt, is Lassie in geen veld of wegen te bekennen. Het schijnt dat de vrouw van Mankenelis ongedeerd was totdat Rita Corita bovenop te viel. Honden die kuntjes kunnen, wat een hekel had hij aan dat soort. Zelf had hij tenminste een ordentelijk vak geleerd. Hij was blinde geleidehond. Prachtige opleiding gehad, cum laude geslaagd. Alles had hij wat zijn hartje begeerde. Alles. Behalve een blinde. Door die genetische manipulaties werden de kneusjes steeds schaarser. Ach, ze hadden hem gevraagd bij de opleiding te komen, maar blinde geleidehond, begeleider. Voor je het wist zat je roerloos in een stuurgroep. Nee, dat was niks voor lastig. Collega's van hem hadden zich om laten scholen. Sommigen waren aan de drugs geraakt, snuffelhond op Schiphol geworden. Anderen hadden zich om laten scholen tot sociale hond. En die hielpen Parkinson-patiënten hun contactlenzen in te doen. Maar het was allemaal niks voor Lassie. Lassie was aan zijn vrijheid gehecht. Hij had nog een tijdje bij een uitzendbureau gewerkt. Was een blind aan hem toegewezen die had gezegd, naar het Centraal Station. En toen had Lassie gezegd, dat zullen we nog wel eens zien. En toen had die blinde gezegd, dat kan jij zeggen, ja. Lassie zat voor het raam. Kom, dacht hij, laat ik mij eens naar het drukste kruispunt van de stad begeven. En hij slaat de voordeur met zijn achterpoot open, de achterpoot met zijn voordeur dicht. En hij begeeft zich naar het drukste kruispunt van de stad. En hij heeft geluk, want aan de overkant staat een oud vrouwtje dat wanhopig probeert om de straat over te steken, hè. Zo over 4 jaar is dat demonstratiesport bij de Olympische Spelen. Oude vrouwtje laten we voor het gemak even Nelly noemen. Hoewel ze eigenlijk Adriaan heet. Haar ouders waren er zeker van dat het een jongen ging worden. En Nelly bleek niet opgewassen tegen de almaar groeiende verkeersstroom. Iedere keer als er een auto langs zoefde, zat de kapsel weer totaal anders, hè? En Lassie dacht, dat is een klusje voor mij. En hij manoeuvreerde zich tussen het verkeer door. Hè? Honden hebben geen onderbroek aan. En hij ging naast haar zitten. En Nelly bleek een hekel aan dieren te hebben. Rot op, pokkenhond. Ja, omdat haar vader vroeger van de dierenbescherming was. Dat schijnt zo genetisch, etymologisch, gynaecologisch, chromosomatisch, overerfelijk in elkaar te pikken. Professor Bastiaan heeft het allemaal uitgeknobbeld, hè? Schijn je flink wat LSD voor te moeten nuttigen om tot die inzichten te kunnen komen. Nee, die vader was altijd behept met misdeelde dieren. In de kersttijd lag hij lang uit op dinertafels, stervensbegeleiding aan ganzen en kalkoenen te geven en zo.
En in de paastijd eieren masseren en in de wildtijd achter de reetjes aan. Altijd. Nu in deze tijd zouden we weer mooi werk in Brabant kunnen doen, hè, waar de varkens het moeten ophouden tot het mestoverschot weggewerkt is. Ja, dat is een toestand in Brabant, hoor. Ze hebben al die krulstaarten zo achterstevoren in die... Ja, dat is een... En die varkens die zwellen maar op, hè. Die, ja, het gaat nou allemaal in de koteletjes zitten. Intussen is men bij TNO koortsachtig bezig om te kijken wat ze met het mestoverschot kunnen doen. Het schijnt dat je er aardig op kan skiën. Dus wie weet dat we ooit nog eens de Olympische Winterspelen in Nederland krijgen. Vreugd me nu al op de openingsceremonie. En een andere optie is om het de ruimte in te schieten. Dus als je de maan bruin ziet worden, weet je dat dat gelukt is, ja? Kunnen we in december zingen, zie de maan scheidt door de bomen, ja? Vader is altijd bezig met het misdeelde dier. 1 keer per jaar thuis, 1 keer per jaar. Op vegetarische dag. Dat is een van die dagen van de Verenigde Naties waar iedereen waar niemand zich iets van aantrekt, hè? Dus, nou, die vader toevallig wel. Die zit aan tafel met het gezin. Nou ja, gezin. Vader, moeder, een pinguïn, 3 lama's en een marter en een arm schaap, hè, Nelly. En ze hebben net die schoenzool met bessensap op en opeens gaat Nelly staan. Hè, zij verheft zich en ze zegt... Ik was beter af geweest in dit gezin als ik ook een staart had gehad. Die vader die gaat staan, hè. En die zegt, voorwaar, ik zeg u. Gij zult de laatste ademstoot van de bodem uw longen niet uitjagen, ten einde sterven dood te gaan, alleer uit het voorgeborgde uw lendenen een staart tot de zijne weder geschapen zal... zoiets, hè, jongen. Nou ja, ik weet het niet. Ik was er zelf niet bij, dus ik weet het niet precies, maar... En hij heeft het nog niet gezegd of hij zakt ter plekke dood in elkaar. Ja, wat moet ik verder met die man? Ik bedoel, ik kan hem wel in leven houden, maar dan sleep je hem maar mee zo'n hele tijd. Hè? Heb ik van Shakespeare geleerd. Weet je geen raad meer met een bepaalde figuur, laat je hem doodgaan, hè? Nou, Lassie denkt dat kolere wijf gaat naar de overkant of ze wil of niet, hè? En hij grijpt haar bij haar schertsnert en hij begint aan haar te vuren en zij met een tasje rot op pokkenhond. Pokken. Nou, een tafereel, onbeschrijfelijk. Maar de mensen in de stad... Er kwam een beetje speeksel voor mijn huid te hangen. Toen kon ik het opeens niet meer. Anders knalt je hoofd uit elkaar, hè? Heb je het wel eens gehad? Ja, ik heb het toen helemaal aan het begin. Toen ging je dwars door alles heen, hè? En dan kwam er een beetje speeksel voor mijn huid. En nou, dan eerst gaan je oren gaan, dan zo, helemaal zo. En dan heel langzaam begin deel voor deel af te takelen. Nou ja, het is misschien iets te technisch voor u, maar ik heb... Eén keer heb ik Fred Emmer heb ik dat gezien. Toen was hij... Ja, het journaal was gaande en hij verslikte zich al bij Goedenavond, dames en heren. En toen is hij nog doorgegaan tot het weerbericht. Nou, dat was werkelijk... Ja, dat was een staaltje van vakmanschap. Je zag heel langzaam zag je die kop opzwellen. Er was geen emmer meer, maar een tijl. Heel langzaam. Die oren kwamen buiten de televisie. Ja, dat was... Nou, dat had ik ook, maar dat doet er verder niet toe. Nou, en... En een tafereel, hè? Rot op bokkel. Onbeschrijfelijk. Maar de voetgangers, mensen in de grote stad, ja, die lopen gewoon door. Lopen gewoon, trekken zich niks meer van dit soort dingen aan. Die denken dat er weer een of andere straattheatergroep gaande is. Lassie en Adriaan, die... Dat is toch ook de ziekte van deze tijd, straattheater. Toch gek, van, je kan niet meer even met je vrouw ordentelijk door een... Europese hoofdstad lopen of er loopt een of andere uitgefriekte theaterstudent achter je rug van jouw motoriek te profiteren. Dat is toch een gek van de... Ik loop met mijn vrouw loop ik in Parijs, we lopen op Trafalgar Square. En ja, we waren de weg volkomen kwijt en opeens komt daar zo'n geflipte Marcel Maillot achter ons. Ik denk lekker mee laten lopen die jongen. En opeens, hopla! En mijn vrouw met het handtasje, boeken, boeken, boeken. En ik ga geld ophalen bij de mensen natuurlijk. Ja. Dat is nog een lucratief weekendje in Parijs geworden, hoor. En ik zit in Charleroi op een terras. Komt opeens iemand met een bivakmus voorbij. Ik denk, hé, Jules Croisset. Ik wist niet dat die straattheater in België deed, hè? Dat wist ik niet.
Jules Clasin heeft geprobeerd het vooroordeel van de rijke Jood te ontzenuwen door dat van de domme Belg te bevestigen. Zou u misschien even op die rand willen gaan staan? Ja, u? Zou u dat willen? Ja? Hallo. Het is namelijk zo, je hebt... Je hebt van die artiesten die betrekken het publiek erbij, hè? Dat is ook... Ja, ben ik wel blij mee. Dat vind je wel leuk. Nou, kijk eens aan. Hoe heet jij? Ed. Ed. Ja. Dat is kort, maar krachtig, hè? Ed. Even een applausje voor Ed, alsjeblieft, ja? Ed. Ik voel me net Ernie Huisman, Ed. Nou, ga jij even zitten. We gaan even een toneelstukje doen, Ed. Ernie Huisman. We gaan even een toneelstukje doen. En, nou, voor een toneelstukje moet Ed natuurlijk een rol hebben. Stamp deze even in je kop, Ed. Het is een Griekse tragedie en oorspronkelijk duurt die 5 dagen en 3 nachten. Maar ik heb hem een beetje... Leuk, ja? Allemaal even gelachen? Fijn. U gaat zeker niet vaak naar modern toneel, hè, dames en heren? Nee, daar was ik na mijn uitleg over ballet al bang voor. Geen cultuurfreaks. Nou, het is om aan te geven dat ik de regisseur ben, ja? Daar bestaat bij het moderne toneel nogal eens een misverstand over. Over wie de acteurs zijn trouwens ook. Laat staan dat het publiek weet wat het is. Nou, dit heeft de WVC opgevangen door deze simulatiekapjes uit te reiken. En... Ed, jij speelt de vrouw, ja? Jij speelt de vrouw, want zeg ik met alle moderne theatermakers, als vrouwen mannen kunnen spelen, wat Beckett heeft willen voorkomen, waarom zouden mannen dan geen vrouwen kunnen spelen? Zouden de mannen soms minder zijn dan de vrouwen? Dacht het niet, Ed. Ik dacht het niet. Nee, de mannen zijn gelijk aan de vrouwen. Maandverband moet even aangepast worden, maar dat zijn details. Kan ik dit even ergens in een... In een zijzakje of een bos, zo. Gooi ik even daarin en dan doe ik die even hier op de kant. Dan kunnen we je ook nog horen. Nou, het begint met... kijk, jij bent de vrouw. Als we kinderen krijgen, kunnen die mooi hier gaan zitten, ja? Het begint met een vrouw. Zet die rol maar op de grond. Het begint met de vrouw die de... Je kent hem al uit je hoofd. Nou, prima. Dan kan... Ja, die Fred die laat zich niet... Nou, Fred... We beginnen met de vrouw die de rammelende koppenschotel... Ik zei Fred, hoor je dat? Nee, maar dat, ook, ik vind je naam zo kort. Maar, ik noem je Mr. Ed, is dat goed? Ja? Oké. Okay. Dat vind ik een beetje beter, hè? En ik hin ik wel om de zoveel tijd, hè? Nou, het begint met de vrouw die de rammelende koppenschotel op het wankelen bijzettafeltje zet, ja? Wankelen, zet maar neer hoor, die rammelende koppenschotel. Doe maar, ja, prima. Met onvermoede inzet roert de man zijn koffie tot een draaikolkje. Waarbij de meegeschonken vel zich om de steel van zijn lepeltje slingert. Ja, dat leer je allemaal op de toneelschool, hè, die dingen. Als ik zou willen, zegt de man... Terwijl het buiten begint te regenen. Als ik zou willen, zegt de man. Terwijl het ritme van de regen het tentzeil teistert. Als ik zou willen, zou ik zo met de auto naar Amsterdam kunnen rijden. Als ik een auto had. Ik zou de sleutels voor dat haakje pakken, want dat zou ik als eerste maken. Een haakje voor de autosleutels. Als ik een auto had. Dat je niet gelijk je sleutels kwijt bent als je even met de wagen weg wil. Want daar heeft deze jongen een bloedhekel aan, hoor. Even met de wagen weg en je sleutels zijn er niet. Gek, je auto raak je nergens kwijt, maar je sleutels om de havenklap. Nee, zo'n haakje. Dat is gemakkelijk. Oh, sorry, ik gooi hem in zijn ene en Amsterdam hier. Zo zou ik wegspuiten. Als ik benzine had, dan moet je altijd goed opletten als je een auto hebt. Of je genoeg benzine hebt, want zonder benzine kom je niet ver. Tenzij je op gas rijdt. Of aan een berg. Ja.
Ja, hij is raak. Of van een berg. Moet wel zorgen dat ik de leukste blijf natuurlijk. Ja, er zijn nogal veel bergen in Nederland. Je hoeft toch niet in Nederland te blijven? Dit is juist het mooie. Ja, laat hem even, ja? Dat is juist het mooie van een auto. Je kan zo naar Zwitserland rijden. Snap je? Ja, ik snap. Kijk. Kijk, die auto is eigenlijk een... Dat is eigenlijk een metafoor, is een beeld. Die auto staat voor de fantasie. En die man die zegt, beweert eigenlijk, als ik fantasie had, kon ik zo naar Amsterdam. Op mijn fantasie. En dan zegt die vrouw, en dat is ongelooflijk scherp gezien van dat vrouwtje. Die vrouw die zegt, ja, maar dan kan je ook naar Zwitserland. Hè? Want fantasie is ongebreideld. En dat heeft dat vrouwtje heel erg... Ja, dat stukje zit helemaal niet zo slecht in elkaar. Helemaal. Maar die man die wil het nog niet helemaal weten. Die zegt, wat moet ik in Zwitserland? Wat moet je in Amsterdam? Skiën? Nee, skiën. Hè? Dat is nog het antwoord op de vorige vraag. Hè? In Amsterdam? Nee, in Zwitserland. Als er sneeuw ligt. Als je skis hebt. Meestal heb je nog wel genoeg benzine om de dichtstbijzijnde pomp te halen. Anders zou ik erheen lopen en 5 liter halen zoals jerrycan. Als ik een jerrycan had. In het uiterste geval zou ik de auto naar de pomp duwen. Let wel, in het uiterste geval. Want daar heeft deze jongen een bloedhekel aan. Ik kan net zo goed een handkar kopen, maar... Daarmee zie ik me nog niet naar Amsterdam gaan. De vrouw schiet zwakjes in de lach. Dat is je eerste open doekje. Ik ben niet te beroerd om te duwen, hoor. Als het moet, dan moet het. Schouder tegen de deurpost, hand aan het stuur en duwen. Maar het voordeel van een kleine wagen, die kan je in je eentje duwen. Je kan wel een grote wagen nemen. Het scheelt in de afbetaling maar een paar tientjes in de maand. Maar duw die maar eens in je eentje naar de pomp. Nee, dan moet je weer andere mensen gaan lastigvallen. Dan moet je andere mensen gaan lastigvallen. En daar heeft deze jongen een bloedhekel aan, hoor. De wagen van een ander duwen. Je duwt hem aan, als je doet scheuren zonder je handen vandaan. Je slaat voorover op het asfalt. Je krijgt een dot uitlaatgas in je snuffert. Stank voor dank. Nee, ik duw mijn eigen wagen wel. Kinderwagen heb je anders nooit geduwd. We hebben nooit een kinderwagen gehad. Ja, jij wou geen kinderen. Ja, ik kon ze niet krijgen. Jij wou nooit. Jij hebt altijd hoofdpijn. De telefoon gaat. De man kijkt de vrouw verbijsterd aan. De telefoon gaat. Dat hoor ik ook. Sorry. Het zou leuk zijn, dames en heren, als u even... precies, ja. Heel goed, heel goed. Maar ik geef het even aan, ja? Want anders wordt het een bende, hè? Als iedereen een beetje voor zichzelf gaat zitten bellen. Dus ik geef het even middels een handgebaar aan. 1, 2. Zie je wel dat je allemaal tegelijk kan bellen? Ja, nou is het meteen veel minder, hè? Dus blijf op en lachen, tuurlijk, maar daarna weer anders lachen. Ja. Nou, 1, 2. De telefoon gaat. Dat hoor ik ook. Neem hem maar aan. Wie kan dat nou zijn? Nee. Hoe moet ik dat weten? Wie belt er nou op dit tijdstip op? Nee. Zal ik hem aannemen? Nee, dan denken ze aan de andere kant dat ik niet thuis ben. Nee. Misschien is er wat met je moeder. Die kan iets meer emotie hebben. Oh. Misschien is er wat met je moeder! 30 jaar huwelijk. Nee. Het wordt minder, hè? Kom op. Nee. De man rent naar de telefoon en neemt de hoorn eraf. Dat kan niet, dat kan niet. Hij luistert enige tijd aandachtig en constateert dan... opgehangen. Waarom zei je dat? Wat heb ik gezegd? Zal er wat met je moeder zijn? Grapje. Grapje. Moeder is 2 jaar dood en dat vind jij leuke grapjes. Nee, maar toen er werd gebeld en jij toen... Wat staat hier nou? Nou, toen werd er ook gebeld en toen nam jij ook niet op staat. Maar... Juist. Ja, nou komen we even in de knoop. Hè? Maar dan zit ik op jouw lijn en dan kom je... Nou ja, dan zeg jij mijn dingen maar gewoon. Nou, Toen werd er ook gebeld en toen nam jij ook niet op. Volgende ook voor jou. Ik was als de dood dat er wat met moeder gebeurd was. Nou, als iemand er nu nog een touw aan vast kan knopen, dan is dat touw waarschijnlijk aan het plafond bevestigd. Nou, dat was er ook. Ze was dood. Dus het maakte niet zoveel uit of ik hem nou wel of niet opnam.
Ze hadden de hoorn erop gelegd. Vind je het gek als je bel 30 keer overlaat gaan? Dan denken ze dat er niemand thuis is. Laat ze dat maar lekker denken. Hetzelfde geldt als ik met de auto naar Amsterdam gereden. Als ik een auto had gehad. Grote auto rijdt prettiger, dat is een ding dat zeker is. Kleine auto duwt prettiger. Maar als je genoeg benzine hebt, is er niks aan de hand. Een tufje bewijzen, we spreken 12,5 uur naar de bezette gebieden. Of naar de Gaza-strook, of de westelijke Jordaan. Nou, dan slaan we dat hele antisemitische stuk slaan we over. En dan komen we erin bij iemand die voor kok geleerd heeft, gaat ook niet in een snackbar staan. Je hebt geen werk. Als ik geen werk had, ging ik zo in een snackbar staan. Je hebt geen werk. Als ik kok was. Je bent kok. Ik was kok. Ik was kok, ik was kok. Maar door het overlijden van de oude Drees ben ik mezelf niet meer. Ja, dat staat er niet, maar schiet me op. Is een gave. Nee. En nou... Ik wil er niks meer over horen. Waarom begin je er steeds weer over? Jij begint. Ik begin een gezellige conversatie. We gaan naar Amsterdam. Dat jij zegt, waar zullen we eens heen gaan? Dat ik zeg, de Bijenkorf. De Bijenkorf is gesloten, s'avonds om 8 uur. Nou, dan gaan we naar de Schouwburg en dan vroeg jij, wat speelt daar? Ja, wat speelt daar? Pinter. Ik hou niet van Pinter. Je snapt hem niet, dat is het hele punt. Voor Pinter kan ik net zo goed thuis blijven. Ja. Laten we thuis blijven. Dat kun je alleen zeggen als je de mogelijkheid hebt om weg te gaan. Laten we thuis blijven. Eerst moet je met alle geweld... Oh, sorry. Even voor de techniek. Het is bijna afgelopen, hè? Nee, dat is niet gebruikelijk, maar bij modern toneel kan het geen kwaad. Nee, dat kan je alleen zeggen als je de mogelijkheid hebt om weg te gaan. Laten we thuis blijven. Eerst moet je met alle geweld naar Amsterdam. En waarom nu opeens weer niet? Als ik naar Amsterdam zou gaan, zou ik me... Ja, dat is nou weer net iets te vroeg, ja. Mogelijk, hè? Nou. Snap je dit? Kijk, die man die zegt, de auto is mijn fantasie, ik kan naar Amsterdam. En die vrouw zegt, Zwitserland. Bezette gebieden, roept die man. En uiteindelijk komt die man tot de conclusie, als je fantasie hebt, hoef je niet eens weg. Je kan gewoon thuis blijven. Nou, wat blijkt nou voor al die mensen hier in die tent vanavond, die hebben geen... Auto. Die hebben geen auto. Laten we dat stuk nog eens helemaal doornemen. Het begin. Die hebben geen fantasie. En wat is nou de bedoeling van het moderne toneel? Om te zorgen dat al die mensen thuis blijven, precies. Een van de gebeurtenissen uit mijn leven. Nou ja, laat ik er niet omheen draaien. De gebeurtenis uit mijn leven is ongetwijfeld mijn geboorte. Jongen, wat was mijn moeder nerveus. Terwijl ze toch 9 maanden kon zien aankomen dat ik zwanger van haar was. Maar misschien kwam het omdat wij een Belgische baker hadden. Een vrouwtje, nou zeg maar een kolossaal wijf. Afkomstig uit de Borinage, waar zij het vak geleerd had door ongelukkige mijnwerkers uit verstopte gangen te plukken. In geval van mijnramp boorde men een gat in de grond, ze gingen gehurkt boven zitten en vroeten net zo lang in de aardkloot tot ze een kompel bij de kladden had. Ik zie mij nog in die baarmoeder zitten. Ik had het wel naar mijn zin. De temperatuur was aangenaam, ik was dan het duister gewend. Het gereutel der organen klonk mij vertrouwd in de oren. Met een beetje fantasie zat ik in een tent in Amsterdam-Oost... waar mensen koffiebekertjes tussen de banken lieten vallen. Ik had geen benul van tijd, dus ik had geen haast. Ik wist niet dat er wat anders was, dus ik hoefde ook nergens heen. Het was volmaakt. Opeens valt daar die streep licht, die baarmoeder binnen... Ik zie daar die geweldige kolenschop wild om zich heen graaien. Druk mij tegen de baarmoederwand. Ze heeft mijn beentjes beet en begint aan me te sleuren. Ik grijp die navelstreng, sla hem 2 keer om mijn nek. En ik wil naar boven klimmen. Ik denk, ik zie wel waar ik terecht kom. Maar ja, die vrouw is veel sterker. Ze sleurt me naar buiten. Mijn bekken schampt langs dat van mijn moeder. Ik denk, nou, als de bekkens hier al schampen, hoe moet dat dan straks met mijn kop? Die
vele malen groter is. Maar omdat die navelstreng nogal aantrok, was ik even van de wereld. En toen ik bijkwam, was ik op de wereld. En mijn moeder kermen, pijn, dat vond ik zo sneu. Hè? Net nou ik geboren werd, dat zij zo'n pijn moest lijden. En ik doe mijn ogen open, licht, een licht. Vandaar dat ik nou nog altijd deze bril moet dragen. En ik krijg een klap voor mijn achterste. Ik begin te janken en mijn moeder begint te lachen. Nou, toen was ik de kluts eigenlijk voorgoed kwijt, zou je kunnen zeggen. Ik word in een lauw badje gegooid. Zie je door mijn oogharen hoe die baker bezig is om in moeder te kijken of er nog kinderen achtergebleven zijn. Dat was zo'n routine bij mijn rampen. Maar bij mijn ramp was dat niet het geval. Ik zie hoe ze tevoorschijn komt met mijn matrasje. Ik heb het er nog wel eens met mijn moeder over. We zien elkaar nog wel eens op een reunie of zo. En dan zegt ze altijd, het was beter geweest als je eerst met je kop naar buiten gekomen was. Moet er niet aan denken. Soms zit Kees hele dagen in zijn spiegeltje te kijken. Hij ziet zichzelf. Ben ik dat zelf? Dan vindt hij het beeld niet lijken. Dan zegt hij morgen. Morgen word ik 8. Kijk, zeggen dan zijn ouders. Dat is onze Kees. En hij lacht. En Lassie heeft Nelly in zijn bek. En hij denkt dat kleurenwijf gaat naar de overkant als ze willen. De mensen lopen gewoon door, trekken zich niks meer van dit soort dingen aan. Is een agent met een hond bijgekomen. Die ziet het tafereel en die blaast op zijn fluitje. Snierp! Vindt u dat leuk, ja? Ja, imiteren is een van mijn hobby's, dus als u het leuk vindt, doe ik er nog een paar, hoor. Ik hou er wel van. Even kijken, even moeilijker voor een schaap. Blaat, blaat! Ja, ik heb 1000 imitaties, hoor. Maak me niet gek, want ik ga de hele avond door, hoor. Kijk of je deze kan raden. Blaierp! Schaap dat op een politiefluitje blaast. Ja, ik heb 1000 imitaties, hoor. Maar laat ik ophouden. En die agent blaast op dat fluitje en het verkeer trapt in één klap op de rem, hè. Snierp! Ja, sommige imitaties lijken een beetje op elkaar, hè. Verkeer komt in één klap tot stilstand. Blaierp! Wordt één schaap doodgereden, hè. Er ontstaat een paadje. Aan de ene kant Lassie, Nelly. Aan de andere kant die agent met die hond. En Lassie laat Nelly los. En die agent laat die hond los. En die twee honden, die duiken op elkaar. Vechten honden. Lassie verslikt zich. En nou, op techniek had die politiehond het royaal moeten winnen. Maar Lassie is zo gemotiveerd. Grote lappen vlees vliegen door de lucht. En die agent kan het niet aanzien. Die pakt zijn pistool. Dat is een nieuwe maatregel. Ze zijn toch bang dat die agenten te snel gaan schieten. Dus rechtse agenten krijgen hun pistool voortaan links te hangen. En omgekeerd, hè. Agenten met twee linkerhanden krijgen hun pistool daar te hangen. Die agent die pakt zijn pistool en die schiet. Bang! Bang, ja. Vind ik geen geweldige imitatie. En hij schiet. Pief, paf, poef. Wordt er niet beter op. Ja, pistool is nooit mijn sterkste. Bam! Nou, vind ik ook niks. Knal. Boom. Vind ik meer een atoombom. Boom. Ja, vind ik typisch een. Ratatatatatatatata. Hij is niet helemaal zeker van zijn zaken. Komt niet vaak voor bij rechtse mensen. En hij. Grote stralen bloed spuit aan alle kanten die honden uit. En opeens heeft Nelly in de gaten wat de vader eigenlijk zijn hele leven met die dierenbescherming heeft voorgehad. En terwijl zij haar oude heer posthum om vergeving smeekt, voelt ze bij haar stuitje een merkwaardige jeuk. En voor de ogen van de verbaasde automobilisten komt er een kwispelende staart onder haar jas vandaan.
agent pakt Nelly bij de hand en brengt haar terug naar de kant van de straat waar ze vandaan kwam. En daar blijft Nelly vele uren staan kijken. Net zo lang tot het voorbij razende verkeer de beide honden geasfalteerd heeft. Huh. Is dat een akelige droom of is dat geen akelige nachtmerrie? Huh. Arie zit rechtop in zijn bed. Maar hij denkt, ik laat mij niet asfalteren, ik ga mij eens breed op de wallen oriënteren. En hij kleedt zich aan en begeeft zich op weg. En hoe dichter hij in de buurt komt, hoe vaker hij wordt aangeklampt door een welzijnswerkster van lichte zeden. En hoewel hij louter op werkbezoek is, voelt hij door het aanbod toch een zekere vraag ontstaan. En om aan de druk te ontkomen slaat hij rechtsaf een steeg in en het breekt zijn nek bijna over een oude zwerver die dan in zijn eigen kots ligt te stikken. Nou, zegt Arie, is altijd nog een betere dood dan in de kots van een ander te stikken. En hij stapt er luchtig overheen. Maar halverwege de steeg krijgt hij wroeging. Daar begint hulpverlening altijd mee, hè? Hij denkt, hoe kan ik dit klusje nu eens marktgericht op non-profit basis opknappen, dat ik er zelf ook beter van word? Misschien valt er zwart iets te matsen. En hij keert terug op zijn schreden, knielt neer bij de oude zwerver, aait hem over zijn bol, kietelt hem onder zijn kin. En die oude zwerver, die komt overeind, die geeft Arie een kopstoot, een paar knietjes in zijn maag. Oude zwerver blijkt jonge junk. Hij pikt hem zijn polshorloge af, rast hem zijn portefeuille uit zijn binnenzak, grist hem zijn radiocassette recorder uit handen, die Arie nog speciaal uit de auto had gehaald omdat hij zo bang was dat hij anders gestolen zou worden. Geeft hem een paar schop in zijn onderbuik, zodat de poep uit zijn bek en het bloed uit zijn reet spuit, en hij maakt dat hij wegkomt. En Arie roept, jou krijg ik nog, dat zullen we nog wel eens zien. En Arie zakt in elkaar, bewusteloos. Hij stikt bijna in de kot van een ander. Mensen, voetgangers, ze lopen gewoon door. Ze stappen er overheen, mompelend. Ja, die truc die kennen we nou zo langzamerhand. Uren ligt Arie daar als hij wordt opgeschrikt door een sirene. Ta-d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 a. En om de hoek komt gescheurd de mobiele niersteenvergruizer van V&D. En eruit springt iemand met een walkie-talkie. Ja, kleintje, hier een ouderzijds hamburger wel over hem sluiten. Hij haalt een vlaggetje uit zijn cabine waarop staat, deze patiënt behoort aan Vendex Care. Plant het vlaggetje in Arie's zij. Springt in zijn auto en vervolgt zijn alles vergruizende weg. Arie blijft vrolijk wapperend achter. Aan het eind van de steeg hoor je geraad of een emmer zo'n schrop van bezems. Want je kan van de onderwereld zeggen wat je wil, maar hun eigen straatje houden ze perfect schoon. Een van die zware jongens tilt Arie op en ander gooit er een paar putsen water onderdoor. Ze laten hem vallen en maken dat ze wegkomen. In de verte komt een agent aangesurveilleerd. Uit zijn ooghoeken ziet hij Arie liggen en hij draait zich onmiddellijk de andere kant op. En tot zijn geluk ziet hij een parkeermeter die een auto betrapt heeft. Omstandig begint hij een bon uit te schrijven. Hij is een minuutje bezig als er een man met een panty over zijn hoofd en een pistool in zijn hand aangerend komt. Godverde God. Ik sta er nog geen minuut en ik heb alweer een bon aan mijn reet hangen. Ik moet even een postagentschap overvallen, ja? Ik ben blij dat ik nog werk heb, ja? Er staat een rijtje bij het loket. Ik denk, laat ze even inleggen. Hoef ik van de week niet meer terug te komen, ja? Resultaat, ik heb een bon aan mijn reet hangen. Terwijl de ene container na de andere tot de rand met cocaïne gevuld de haven van Rotterdam binnenvaart. Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig, jongen? Sorry, zei die agent, wij zijn dienstverleners, geen boemannen. Hij versnippert de bon, de panty springt in zijn auto en maakt dat hij wegkomt. Arie begrijpt, wil ik overleven, moet ik de aandacht van die diender trekken. En met al wat hij in zich heeft, roept hij... En die agent zegt, ik heb wel eens een betere Donald Duck imitatie gehoord. En Arie probeert het nog één keer... En die agent die maakt een spreidsprongetje, die pakt zijn pistool. En die zegt, u bent omsingeld door 200 man gewapende ME. Alles wat u zegt kan tegengebruikt worden. Ach, oh, bang! Knal, pifak, ratatatata. Voor de vorm schiet de agent nog een keer in de lucht. Bang!
komt een waslijn met wasgoed naar beneden en de agent raakt in een meedogenloos gevecht met een paar oude hemden en onderbroeken die tussen zijn billen proberen te kruipen. Er barst een onweer boven zijn hoofd los. Donder, regen, hagel, bliksem. De agent raakt totaal in paniek en hij slaat op de vlucht. Eenmaal op de vlucht denkt hij, wat moet ik ook alweer doen op de vlucht? En hij schiet zichzelf in zijn knie. Als hem later op het bureau gevraagd wordt waarom hij dat gedaan heeft, zegt hij, het was noodweer. Arie zakt opnieuw in elkaar. Bewusteloos ligt hij daar. En opnieuw wordt hij opgeschrikt door een sirene. En om de hoek komt een beige-achtige four-wheel drive jeep van de liberale hulpverlening HZOEZZ. Oftewel, het zal ons een zorg zijn. En eruit springt een juppie met een polstas. Hij knielt bij Arie neer en vraagt, hoe zijn we verzekerd? En Arie zegt, de liberale hulpverlener zei, daar was ik al bang voor, de Woody Woodpecker polis. Kijk eens, het gaat onze liberale hulpverleners voornamelijk om een stukje zelfredzaamheid bij de patiënt. Een stukje particulier initiatief. Om te beginnen zou ik zeggen, kerel, ga zelf eens staan. He? Laat maar eens zien wat je zelf kan. He? Het zal nog verbaasd zijn, het heeft niks met je milieu of je opleiding te maken. Ga nou zelf eens staan. Je bent gewoon te beroerd. Ongeduldig begint hij aan Arie te sjorren. En staat opeens met twee losse armen in zijn hand. Op dat moment komt de christelijke zieke buggy van ben ik mijn broeders hoeder de bocht omgezeild. Hij ziet zijn collega met die losse lichaamsdelen in zijn hand staan. Die heilsoldaat die eruit springt ziet hem staan. En hij roept, ja ook wij willen de armen helpen. De leger des heilsoldaat knielt bij Arie neer en vraagt, kan ik metterdaad uw verzoekje voor de muzikale fruitmand even noteren? Dan vraagt hij aan zijn collega, valt er nog wat te verdienen hier? Nee, typisch klusje voor de overheid dit. Heilsoldaat probeert het nog één keer. Sta op, joh. Sta op. Zo is Jezus ook begonnen. De liberaal gooit de armen op het stapel die dat Arie heet. Ze springen in een auto en ze maken dat ze wegkomen. Arie zakt weg in bewusteloosheid, maar ergens in de verte hoort hij door een geopend raam in de steeg het merkwaardige geluid van een ambtenaar die aan zijn maandelijkse erectie wordt geholpen. En hoe kan Arie in zijn deplorabele toestand nog onderscheiden dat het hier om een ambtenaar gaat? Omdat die hoer de hele tijd roept, kijk nou niet steeds uit het raam! En Arie begrijpt, hier ligt mijn laatste overlevingskans. En met alles wat hij in zich heeft, roept hij... Die ambtenaar die rent naar het raam. Grote God, zegt de terugtredende overheidsdienaar. Het is nog erger dan ik gedacht had. Hij rent naar zijn jasje, haalt er een formulier uit, gooit dit door het geopende raam naar buiten en roept... Vul u dit alvast maar in, ik kom er zo aan, ik ben zo klaar. En terwijl het lege formulier de steeg in dwarrelt, als het laatste herfstblad de winter, horen we aan het eind van de steeg een opwindend geluid. Het lijkt een beetje op het geluid van twee houten karrewielen met twee ijzeren hoepels op de natte klinkers van de steeg weerkaatst door de hoge stenen muren van de huizen. En nostalgisten als we zijn, willen we graag weten, zijn het ook twee houten karrewielen met twee ijzeren hoepels op de natte klinkers van de steeg weerkaatst door de hoge stenen muren van de huizen. Maar helaas moeten we concluderen en nuchter vaststellen dat het niets anders zijn dan twee trommelstokken op een oude houten dekenkist. Uit Oosterwijk. Uitgetrokken voor exotische muziekjes. Dit heeft alles bij elkaar 30 gulden gekost. Yeah.
Are you ready, Boots? Mijn kont kleeft aan het laken. Ik zak weg in de matras. Ik wil nog niet ontwaken, maar mijn lid zwelt, ik moet een plas. Loop. Ongelooflijk loop. Vannacht nog woedend in mijn bed, boos op wie en wat niet al. Ik maakte korte metten met pikte niks, wacht maar, ik zou zijn poepie laten ruiken, duvel en zijn oude moer. Helemaal wakker, niks, geen poepie. Zelfs de pet niet voor een boer. Loo. Ongelooflijk loo. Toen de wekker wakker werd, brandde ik van levenslust. Eer ik de douche had aangezet, was dat brandje al geblust. Ik schonk mezelf een borrel in plaats van thee bij het ontbijt. Ik kreeg er levenslust voor terug en het lomen ben ik kwijt. Lam. Ongelooflijk lam. Staat al te tollen op mijn benen, mijn tong kleeft aan mijn huig. Ik hoef geen hoofdzuiger te lenen, want ik klop, ik veeg, ik zuig. Lam. Ongelooflijk lam. Sneller kreeg nog nooit een ooi een van een ram. Lam. En het geluid. Het geluid komt dichterbij. Steeds dichter komt het geluid bij. En het geluid wordt. Het geluid wordt angstaanjagend. Angstaanjagende vormen heeft het geluid aan. En Arie voelt mysterieuze krachten in zich ontwaken. Hij krabbelt overeind. En als hij eenmaal op zijn beide benen staat, raapt hij zijn armen van de grond op. Hij strompelt naar het midden van de steeg en beweert: staande wil ik starren. Staande wil ik sterven. En uit het geopende raam in de steeg klinkt het. Ja. Steeds dichter komt het geluid bij. En als het eindelijk stokt, blijkt het een handkar. En op de handkar staat een doodskist. En op de doodskist klimt een doodgraver. Die begint aan zijn stadsrap, ook wel stadsrap genoemd. We hebben het niet geweten. Zeg meer over ons geweten dan over onze kennis. Waar het nationaal socialisme met zijn ideologie niets mag, alles kan, nooit is geslaagd, het vestigen van de wereldheerschappij, is het gelukt dat het internationaal kapitalisme. Zelfs de Russen moeten toegeven dat de mens zich niet met geweld laat onderdrukken. De reclame maakt gebruik van propaganda vele malen geraffineerder dan de geraffineerdste nazi-propaganda om de consument aan te sporen zijn kop verder in het zand te steken. Kinderen verworden tot met hun ouders ruziënde consumptieslaafjes, verdelen heers in het vroegste stadium. Dit concentratiekamp heeft geen prikkeldraad meer nodig. Vluchten kan niet meer. Staande in de file vergassen we onszelf. Gek van de trek stellen we naar de gaarkeukens van McDonald's. Vrijwillig storten we onze antecedenten in databanken. Legaliseren abortus, euthanasie. Draagmoeders zijn niet meer aan te slepen. Hoogwaardig sperma vliegt tegen woekerprijzen over de toonbank.
Deze en gene laat zijn chromosomen verrijken in door condoombaronnen gesponsorde genetische klinieken. Onder leiding van professor Dr. Sikbok, de assistent van de legendarische Dr. Mengele. De zwager van de dubbelspion King Kong, in wiens heropende graf tot ieders verbazing het volledig levenswerk van Dr. Lou de Jong werd aangetroffen. En Arie staat er. Arie staat er, staande wil ik sterven. Staande wil ik sterven. En uit het geopende raam klinkt het. Ja, ja. Het levenswerk van Lou de Jong, dat overigens nog steeds in de aanbieding is. Zodat ook Jan met de Pet zich eens op de hoogte kan stellen van wat zich nu werkelijk in die 5 roerige oorlogsjaren heeft afgespeeld. En ver daarvoor, en ver daarna. Want de oorlog is natuurlijk niet begonnen op 5 mei 1940, net zo min als hij geëindigd is op 10 mei 1945. Nee, de oorlog is begonnen op 10 mei 1940 en geëindigd op 5 mei 1945. En nog dagelijks eist deze nachtmerrie zijn tol in de vorm van slapeloosheid en syndroom en het feit dat men na 1995 dodenherdenking en bevrijdingsdag op één en dezelfde dag wil laten samenvallen, zal het verwerkingsproces voor meer dan nog levend slachtoffer niet ten goede komen. Dat gaat enorme psychische problemen geven, de dodenherdenking om 8 uur. Morgens. Dit zullen uren blijven. Uren van verhalen over hoe het zover kwam, zo dichtbij. Koude winter was, hoe heet het front, hoe hol de leuzen, hoe vol de slagvelden. Iedereen heeft wel een oom die het al zo lang van tevoren aan zag komen, of een tante die zo lang erna er maar niet los van komt. Dit blijven uren van verlangen naar kou die iedere warmte behagelijk maakt, naar honger die rauwe bonen zoet doet smaken, naar bezetting die vertelt wat bevrijding nu werkelijk is. Dit blijven uren van schaamte waarom hij wel en ik niet. Wat zocht vader bij de vijand? Hoe heeft moeder zich zo kunnen laten misleiden? Dit blijven uren van leugens, omdat het anders was. Minder heldhaftig, minder vastberaden. Minder barmhartig. Dit blijven uren van beloften. Staande op het graf van de gevallen helden roepen we hem toe. Nooit meer fascisme, nooit meer racisme. Dit blijven uren van woorden. Sprekers klimmen op kisten in tenten, op kansels in kerken, staan bij een gedenksteen in de stad of een klok in de duinen en vertellen verhalen vol verlangen, beloften, leugens en schaamte. Dit blijven uren van woorden, uren. Van woorden en een stilte van 2 minuutjes. En dan kan het feest beginnen en kinderen zullen verkleed als bombardement op Rotterdam of één brug te ver, collaboratie in de zak van Zuid-Beveland of voorspel in de kop van Noord-Holland deelnemen aan optochten. Met hun versierde fietsen, met op de bagagedrager alle 29 delen van het levenswerk van Dr. Lou de Jong balanceren. En ze zullen zich spoeden naar herdenkingen die sterk doen denken aan voorbije herdenkingen uit de tijd dat we herdachten dat er nog iets te herdenken viel. En aangekomen in het christelijk themapark van de EO zal daar de Matthäuspersoon integraal geplaybacked worden met Lee Towers als de evangelist en Annie de Meijer als Maria Magdalena. En het antwoord op de vraag waarom Jezus met spijkers aan het kruis genageld werd zal luiden omdat er toen nog geen secondenlijn was. En Arie staat daar. Staande wil ik sterven.
Al moet ik er dood bij neervallen, staande wil ik sterven. En uit het geopende raam klinkt het... Doe maar, jongen. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. Doe maar. En elke avond zal het uitverkocht zijn, want dat is wat mensen willen. Openluchtspektakel. Dat is ook wat Lubbers en Brinkman van dit land proberen te maken. Eén groot openluchtmuseum. En als het af is, sluiten ze de tent. Is je niet opgevallen dat het journaal steeds meer naar van gewest tot gewest tandeert? Of omgekeerd? In het Gelderse Koetje Dood was het dit weekend weer een drukte van belang. Elke tweede dinsdag na de zonnewende vindt daar het traditionele stafelnoren plaats. En dat betekent vooral voor bakker Snotje vroeg u de veren om kneusjes te bakken. Hier zien wij bakker Snotje de bokkenpruik in het beslag gooien. Elke jongeman onder 18, klavers worden ze hier genoemd, die s'morgens bij soms opgang een haar in zijn kneusje vindt, moet bakzeil halen. Lukt dat niet, dan is hij de kolos. Zoals hier in ons dialect de lul ook wel genoemd wordt. Zoals hier in het dialect de lul ook wel genoemd wordt. Zoals hier bij het middaguur de lul ook wel genoemd wordt. Tegen het middaguur. Zoals hier bij het middaguur de klos ook wel de lul genoemd wordt. Dan moet hij zin om toeval over het grasduin rijden zonder er bij het klapstuk te raken. Raak hij per ongeluk een klapstuk, dan is hij de verneukte haas. Zoals een afrolid in ons dialect ook wel genoemd wordt. Tegen het middaguur komen alle verneukte hazen bij elkaar om paasgeweest de repel stelen. Is er een haasje over, val het af. Afvalhaasje wordt ook wel de pineut genoemd. En die moet bang zijn tot de aap u de mouw komt. Blief de aap echter in de mouw. Komt de aap echter u de mouw. Dan zit hij de pineut met een kat in de zak. Zoals de hond in de pot hier ook wel genoemd wordt. En moet hij oude koeien nu de sloot halen tot kalf verdronken is. De winnaar van de repelsteel moet een gestolen repel in twee duigen gooien. Lukt dat niet, dan moet de winnaar mest joggen. Zoals hard door de stront rennen hier ook wel genoemd wordt. Hier zien wij scheidsrechter Van Heunen de beide gierbakken pijlen. Tegen middernacht wordt dan de scharrelvarken losgelaten en kan het zogenaamde zeugsjorn beginnen. Hij die erin slaagt de krul in de staart van het scharrelvarken, zoals Paul de Leeuw hier ook wel genoemd wordt te trekken, heeft recht op een potje bigge bier en moet proberen zo snel mogelijk zuiglam te worden. Wie zuiglam is, moet naar de kostbak rennen om over zijn nek te gaan. Daar staat een man met de hamer klaar die korte metten met de braker maakt. Maakt hij echter lange metten, dan moet de winnaar een loodje kopen waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de Poolse hartpatiëntjes. En elke avond zal het uitverkocht zijn, want dat is wat mensen willen, openluchtspektakel. Even dacht ik dat onze minister van Cultuur op de goede weg was. Hij sluit het openluchtmuseum. Weg met die spruitjesluchtmusea. Waar je bij staat gemaakte klompen. In een van bijna onzichtbaar plastic nagebouwde plaggenhut. Ter plekke gebakken stroopwafels om je bek gesmeerd krijgt. Waar iemand die een klap van een oud-Hollandse wipmolen heeft gekregen in de originele Volendamse klederdracht Saksische scheten staat te laat. Waar een met Hollanditis besmette feministe van de Drentse hij een Drentse zij probeert te maken. En zoiets zou de gemeenschap geld moeten kosten. Weg met die rotzooi. Weg met dat Flevohofavonturenpark Hellendoor in de Efteling. Alle subtropische zwemparadijzen vol laten lopen, carnaval ontmaskeren, bisschoppen het land uitflikkeren, koningshuis ontronen, welzijnswerkers overbodig maken, woensrecht tot bedevaartsoord voor pacifisten maken, Oosterschelderam sluiten, Zeeland Oosterschelderam openen, Zeeland onder water laten lopen, Fokker de lucht in laten vliegen, Shell de grond in boren, Den Haag lek trappen, Philips kort sluiten en Ajax voor altijd de Europa, desnoods Ajax 2. Voor altijd de Europa.
En Arie staat daar. En uit het geopende raam klinkt het. Het is een godspe. Weet je wat een godspe is? Mankenelis met een dubbele beenbreuk, dat is een godspe. Bij Borselen staat een kerncentrale, staat een hek omheen en op het hek hangt een bordje. Pas op, gevaarlijk, politiehonden. Als je langs Schiphol rijdt, staat daar in een landbouwgrondje een vogelverschrikker. Op 1,5 meter van een landingsbaan, waarop de 5 minuten een Boeing 747 hebben. Nou, menige piloot is zich al een hoedje geschrokken. Het is een godspe. Uit het geopende raam klinkt het, staande wil ik staan. Staande wil ik sterven. En Harry roept, wacht even. Het is een godspe. De wereld verhongert. In de naam van de werkeloosheid is de oppositie mond doodgemaakt. Verzet is een vastgelopen in repressieve tolerantie. Satire een vrolijke dood gestorven. De kunstenaar is gestikt in de... Oh. Allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. De religie is in de rede gevallen. Seksuele revolutie gesmoord in een geslachtsziekte. Alles mag, niets kan. Dat maakt dit systeem onkwetsbaar. De geest is murf. Het lichaam verslaafd. Ergens op een zolderkamer ontvangt een zonderling signalen van buitenaardse wezens met invasieplannen. De rest kijkt als vliegen tegen de lamp. Kabeltelevisie. Arie zakt in elkaar, de doodgraver strekt zijn arm. De ambtenaar roept uit het raam. Voor euthanasie heb je van je huisarts wel een gezondheidsverklaring nodig. Doodgraver knielt bij Arie neer en zegt, tuurlijk zal ik je helpen, tuurlijk. Alleen je moet eerst doodgaan, anders kan ik niks beginnen. Begrafenis regel ik, is geen punt, hoef jij niet over... Je hoeft je over geld geen zo... 1 ding, kan het zwart. Kijk, daar ligt Kees in de natuur. Hij zegt, ik ben een kind van God. En hij hoort bij alle bloemen die hij niet bij naam kan noemen. Wij wel. Lach maar even rustig uit, hoor. Doe maar. Therapeut kost je al gauw 100 gulden per uur. Hè? Laat het maar even gaan, hoor. Gaat het? En overal in het land komen de mensen in opstand, ja? En die dictator, die is heel, die is, dictator is helemaal in paniek, want de lijstenmaker is ongeneeslijk ziek. En hij stormt het atelier binnen, pakt die lijstenmaker bij zijn lurven,
Die zijn helemaal opgezwollen. Hij heeft lurfkanker. Ja. Komt niet vaak voor, hoor. En olifanten hebben het wel eens. Slurfkanker, precies. Alles wat achter zijn slurf hangt, is eigenlijk zijn gezwel, hè? Oorspronkelijk zijn olifanten slangen, dat wist je toch, hè? Hij mag nog blij zijn dat hij vier poten onder zijn gezwel heeft. Dan kan hij nog een beetje achteruit lopen. Olifanten lopen achteruit, dat wist je toch, hè? Ja, wat wij het staartje noemen, is eigenlijk zijn slurf, hoor. Met dat grote oog erachter, heb je vast wel eens gezien. Olifanten zijn verdrietig, hoor. Als ze huilen, vallen er van die grote bruine tranen uit, zo. En die dictator, die pakt die lijst te maken bij zijn lurven en staat opeens met twee losse lurven in zijn hand. En hij smeekt de lijstenmaker, lijst mij in, Pio. Lijst mij in, Pio. En buiten rukken de rebellen op in de richting van het paleis. Hun voeten maken angstaanjagende geluiden die een beetje doen denken aan het geluid van twee houten karrewielen met twee ijzeren hoepels op de natte klinkers van de steegwinkaas door de hoge stenen muren van de huizen waarvan wij weten dat er twee trommelstokken op een oude houten dekenkist zijn. En de lijstenmaker die voelt mysterieuze kracht in zich ontwaken. Die krabbelt overeind en begint te beweren. Staande wil ik. En die dictator die staat erbij. Ja, staande wil ik sterven. Ja, staande wil ik sterven. En buiten roepen de opstandelingen. Dat zullen we nog wel eens zien. En dan beginnen de handen van de lijstenmaker aan misschien wel de mooiste lijst die mensenhanden ooit uit lurven gemaakt hebben. Zo in en in teger, zo barococo, maar tegelijkertijd zo impressionistisch, zo. En de rebellen banen zich een weg in het paleis. Het eerste neonlampje is al uit de fitting gerukt. Er staat al vanzelf een stiletto in de rugleuning van de troon. Er hangen al 20 man aan de kapstok. Ze beginnen al aan het stuur te rukken. Lijstenmaker legt zijn laatste hand aan de lijst en zakt dood in elkaar. Heb ik van Shakespeare geleerd. Rebellen stormen het atelier binnen en dringen op in de richting van de dictator die op het laatste moment in zijn lijst gaat staan. Ze willen hem grijpen en... Ah. Ah, wat is hij... Ah. Kijk, hier drukte hij zijn peuken altijd... Ah. Maar buiten weten ze nog van niks en staan ze nog te brullen om het hoofd van de dictator. Maar zij die binnen zijn, openen het venster van het atelier en laten de dictator in zijn lijst zien en de buitenste roepen. Ah, wat is hij mooi. Dat heb ik in jaren niet gezien. Zo mooi. Zo mooi. En enkele sterke mannen komen naar voren, pakken de dictator in zijn lijst beet en ze hangen hem op. Ah, op een rustig plekje in het museum. Nou ja, rustig. Op een druk plekje in het museum, te midden van al die andere vervalsingen. Kijk. Daar loopt Kees. Vandaag of morgen tegen de lamp, maar zonder rem. En als ik hem af moest leggen, zou ik tot zijn ouders zeggen dat het beter was voor hem. Kijk, daar loopt Kees. Of durf je niet te kijken? Durf je niet te kijken?
Dank u wel. Gaat u maar weer. Nou, in theater springen de mensen echt niet zo gelijk omhoog, hoor. Toch iets met de hardheid van de banken te maken. Het is afgelopen, het is... normaal gesproken is er geen pauze en dan ben je echt dolblij als het op dit moment afgelopen is. Maar... ja... nu is het eigenlijk een beetje te vroeg afgelopen. Dus moet ik er nog maar wat bij verzinnen. Dat zou je altijd zien, dan schiet je niks te binnen. Nee, u mag blij zijn dat u hier op een doordeweekse dag bent, want in het weekend is het zo verschrikkelijk vol. Als de mensen in het midden beginnen te lachen, vallen ze aan de zijkant van de banken. Maar ja, er blijkt toch altijd nog wel meer ruimte dan je denkt, hoor. Want gisteren stond ik even af te luisteren daar en hoorde je zo'n conversatie. Iemand die zegt, werk jij nog steeds bij de posterijen? Nee, zei die andere, ik ben ontslagen wegens ongewenste intimiteiten. Nou, konden er meteen weer 20 man tussen. Een ander gesprek was... en is dat sollicitatiegesprek bij Philips nog een beetje positief uitgevallen? Zero positief, mag ik wel zeggen. Nou, dan konden er ook weer 50 tussen. Sorry. Kijk, opeens in de huiskamer kijken ze... ik ben blij dat ik mijn kokerrokje niet aan heb. Ik heb zo'n peniskokerrokje, heb ik. Ze staan erg leuk. Ze zitten niet lekker, maar ze staan erg leuk. Laatst had ik hem verkeerd om aan. Geen gezicht. Gelukkig was het een opening, dus kon ik er gewoon met mijn rug naartoe gaan staan. Nu we toch op dit pijl zijn aangeland. Het is hier... lopen de mensen, die gaan vaak met de tram. En dan was er een week of twee geleden, een mevrouw die had ook zo'n kokerrokje aan en die wil op die tram stappen, maar ze haalt het niet. En er zat er van achter zo'n rits in en deze iets omhoog. Ze haalde het nog niet en deze nog iets omhoog en nog iets omhoog. En die man die achter haar staat, die geeft er een gooi. Zegt die vrouw, kan jij je handen niet thuis houden? Zegt die man, moet jij zeggen, je hebt mijn gulp net 3 keer opengemaakt. Deze grap is uit 1958. En was in dat jaar het dieptepunt van de Snippersnap-revue. En die vertel ik nu in 1988 aan een intellectueel publiek. Nou, dan is er in die 30 jaar toch wel iets gebeurd, hè? Zeven jongens bij mij thuis. En hij leven lang, zo zingen ze. Voorbarig. Ik pak mijn eerste pakje uit, het is een tol. Ik ben jarig. Weer 1 jaar ouder en mijn kop zit boordevol met wat ik nog niet kan en ken. Wacht maar, zeg ik tegen de tol, wacht maar tot ik eenmaal ouder ben. 7 pond leven krijst zich warm, een kontje in mijn hand, een kopje op mijn schouder. Ik heb een baby op mijn arm, mijn eerste kind. Nu ben ik ouder. Nu ben ik ouder. Maar zo onwetend als de wind, fris als de lente, groen als gras. Het ware beter voor het kind als ik wist wat ouder worden was. Ik speel toneel, ik speel de vader, ik faal en heb succes met deze dubbelrol. Iedereen lacht, het huilen staat mij nader. Niets is cadeau, ook ik betaal de tol.
Maar ik geef niet op, ik wil nog doorgaan. Ik zie elke dag opnieuw als een belevenis. Ik trek me terug, de jeugd mag voorgaan. Als ik weet wat ouder worden is. 7 mensen rond mijn bed. En de dokter vraagt of ik het nog benauwd heb. Ik schud van nee, dat gaat nog net. Voel me ouder. Maar zo onwetend als de wind, mijn kop hangt slap, mijn hart doet pijn. Wind je niet op, fluistert een kind. Ik denk, zou dit ouder worden zijn? Zoveel mensen in de zaal en ik op het toneel, het kan haast niet vertrouwder. Ik zie u zitten allemaal, wat grijs, kaal, een dagje ouder. Maar jong van binnen en vitaal, naar de hel met het woordje kras. Dat zijn woorden uit een taal die niet wist wat ouder worden was. Het lijf wordt stram, de haren grijzer. Ik word later wakker en ben vroeger moe. Wie ouder wordt, zeggen ze, wordt wijzer, wijzen. Ik zou niet weten waar naartoe. Maar ik geef niet op, ik wil nog doorgaan. Ik zie elke dag opnieuw als een belevenis. Ik trek me terug. De jeugd mag voorgaan. Als ik weet wat ouder worden is. Lampi, fuori nel buio temporale. Lampi, qui nel teatro comunale. Lampi, sulle signore ingioiellate. E lampi su legni e trombe lucidate. E io che sono qui per rivederti. Io che sono qui per ritrovarti. Io che sono qui per adorarti. Io che non sono un tubo di concerto. Giorno io ti osservo, bella che tuo marito ne è superbo, forse tu vuoi che io ci sia. E aspetti di avere un lampo di follia. Ma già
le luci sfumano nell'ombra. Ecco, ti sei voltata o almeno sembra. Ma ora che di pensiero sublime e allora